Wat is voor jullie partij het belangrijkste speerpunt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen? Nou, het belangrijkste speerpunt, we hebben er eigenlijk drie, maar als ik er dan de belangrijkste daarbij uithaal, dan is dat toch het sociaal domein, de zorg. De zorg, die moet betaalbaar blijven, maar mag niet over de ruggen gaan van de thuishulpen bijvoorbeeld. De zorg moet echt afgestemd worden op de vraag die mensen hebben en niet geredeneerd worden vanuit de budgetten die de gemeente heeft. We vinden dat werk beter georganiseerd kan worden in Doesburg. Zorgen dat we meer baanzekerheid zouden kunnen creëren. Dat we meer mensen sneller de weg uit de uitkeringen kunnen vinden. En wat ik ook erg belangrijk vind op het gebied van werk, dat hoort samen met zorg. Dat mensen die misschien wat minder kunnen, maar wel willen, toch ook hier de handen uit de mouwen kunnen steken. En liefst in de buurt van Doesburg, hè? Want nu is dat eigenlijk in de hele regio. En het zou toch ook erg belangrijk zijn om dat werk zo dicht mogelijk bij Doesburg te gaan organiseren. Dat kan, daar zijn we ook al mee bezig om dat te doen. Bijvoorbeeld in de wijken zelfs? In de wijken, ja. Of dichtbij. Of als je het ook over mensen die... die arbeidsactiviteitentherapieën krijgen, dat hoeft toch niet helemaal in Arnhem georganiseerd te worden. Dat kun je toch ook hier gaan organiseren. Nou, daar zijn we wel mee bezig om dat voor elkaar te gaan krijgen. Ja, dus dat vind ik echt een speerpunt. Ja, dat vind ik op zich een moeilijke vraag, want het is in deze gemeente niet maar één speerpunt, er zijn er heel veel. Maar wat misschien ook vanuit mijn professie... Een van de dingen is die ik belangrijk vind, wat ik zie gebeuren, is dat er nu heel veel mensen angstig worden op het onderwerp zorg en begeleiding. Krijg ik dat nog wel genoeg? Nou, dat is denk ik voor D66 de komende 4 jaar een belangrijk speerpunt. Want wij zijn van mening dat helemaal geen mensen zonder huishoudelijke hulp komen te zitten, zoals mensen dan vaak denken. En dat keukentafelgesprekken alleen maar betekenen dat je het helemaal zelf uit moet zoeken. Ik geloof dat dat niet zo is. Dus mijn speerpunt, of speerpunt van D66, is om de komende 4 jaar te laten zien dat wij wel een zorgzame gemeenschap met elkaar kunnen vormen. En dat het niet zo is dat mensen zitten te verkommeren achter de geraniums. Maar dat we met elkaar, en zeker dus ook met de inspanning van de gemeentelijke politieke partijen, dat we met elkaar zorgen dat er ook niemand tussen wal en schip valt. En dat er niemand, zoals in Rotterdam, 10 jaar dood achter zijn eigen voordeur ligt en dat niemand dat in de gaten heeft. Dat is een samenleving waar we niet naartoe willen. En dat is wat mij betreft het speerpunt voor de komende 4 jaar. Er zitten daar ook projecten in. Kun je bepaalde projecten benoemen die jullie straks de komende 4 jaar gaan uitrollen, uitvoeren om die angsten weg te nemen? Wat belangrijk is dat we niet mensen tegemoet treden en zeggen van je bent niet meer in staat om je huishouden zelf te doen. Kunnen je buren dat doen? Dat is niet de goede vraag. Keukentafelgesprekken, trouwens ook echt een naar woord, keukentafelgesprekken. Maar gesprekken voer je met mensen dat je ze vraagt, wat heb je nodig? En als dat allemaal duidelijk is, dan ga je kijken en wie doet er dan wat. Niet ervan uitgaande van, dat moet je maar zelf doen. Nee, wie gaat dat doen? Dat is heel erg belangrijk. Dus dat is een project wat ik heel goed vind om binnen Doesburg uit te rollen. Is samen met de wethouder die dat in zijn portefeuille heeft en samen met de ambtenaren te kijken van hoe kun je dit nu op een goede manier vormgeven, zodat mensen niet bang hoeven te zijn. En ook de angst van mensen dat ze niet meer in Elisabeth kunnen wonen. Nou, dat zijn ook dingen waarvan ik denk, laten we nou eens even met Elisabeth rond de tafel gaan. En eens goed kijken van hoe pakken jullie dat aan? Wie kunnen hier wel, wie kunnen hier niet blijven wonen? Kunnen die naar het Maartenshof? Nou weet je, dat zijn allemaal dingen die heel concreet zijn. En daar wil ik wel mee aan de slag. Het gaat dan ook om communicatie, lijkt mij. Het gaat zeker om communicatie. Dus vind ik... Daar ben ik niet altijd even gelukkig mee met de Doesburgse communicatie. Maar er moet natuurlijk ook altijd nog wat pijnpuntjes zijn. Nou, dat is mijn pijnpuntje. Dat ik denk, je kan ook op een makkelijker manier met elkaar communiceren. Dat hoeft niet altijd vanuit handhaving. Of weet je, ik kan ook gewoon net als wij nu doen, even bij elkaar gaan zitten en zeggen, wat is het probleem en hoe zullen we dat dan eens oplossen? Nou, daar moeten we eigenlijk meer naartoe.
belangrijkste speerpunt van de Stadspartij, of één van de belangrijke speerpunten van de Stadspartij, is de ontwikkeling van de binnenstad. Wij zullen, en met name het kernwinkelgebied, wij zullen met elkaar om tafel moeten zitten met alle belanghebbenden, hoe wij de binnenstad bruisend kunnen krijgen. Of het, of men het nu afgesloten wil, of dat het open moet blijven, hoe we het in moeten vullen met elkaar. Maar daar zullen we mee om tafel moeten gaan zitten met DOV, met ondernemers, met de horeca, met de bewoners, met alle mensen die daarbij betrokken zijn om te kijken hoe we nu daadwerkelijk één plan maken voor de binnenstad, zodat we een bruisende binnenstad kunnen maken en waarbij we het aantrekkelijk maken voor zowel toeristen als mensen die hier komen winkelen. Dat is een van de belangrijkste punten waar we naartoe willen werken. En wat is jullie visie daarop? Je hebt er ongetwijfeld een visie over, hoe dat moet. Ja, we hebben wel een visie. We hebben in die zin een visie erop dat wij ongeveer wel weten welke kant wij op willen. Maar dat is niet alleen aan ons om dat te bepalen. Ondernemers moeten hier hun brood verdienen en die moeten juist aangeven hoe ze dat willen doen. Bewoners moeten hier prettig wonen en die moeten ook aangeven hoe we daar verder moeten gaan. Moet je het afsluiten, de binnenstad, moet je het niet afsluiten, de binnenstad. Moet je de... Ja, wat vindt Stadspartij? Ja, dat is niet aan ons om dat nu in te vullen. Dan moet je eerst meer informatie hebben van de verschillende partijen wat ze willen. Je kunt hier niet, nu niet zeggen sluit het maar af of sluit het maar niet af. Dan zou je één of twee of drie belanghebbenden gaan schaden zonder dat je weet wat er nou werkelijk speelt. Maar dat er wat moet gebeuren, dat is een ding wat zeker is. De vraag luidt, wat is het belangrijkste speerpunt van de CDA uit het partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen? Nou, dat is heel simpel in deze tijd. Wat nou het allerbelangrijkste is? Allerbelangrijkste is zijn alle kwetsbare groepen en vooral de ouderen momenteel. En plus al die vizieren die op ons afkomen die we allemaal moeten aanpakken. De thuiszorg, jeugdzorg, noem maar op. Er zijn zoveel dingen. Dat is momenteel het allerbelangrijkste. Andere zinnen zijn ook wel belangrijk. Maar de kwetsbaren in onze samenleving, die gaan momenteel wel eventjes voor. En hoe gaan jullie dat aanpakken? Nou, hoe gaan we dat aanpakken? Dan moet je prioriteiten stellen. En je kunt alleen prioriteiten stellen door goed overleg. We kunnen wel van alles willen, maar in Doesburg moet je toch coalitie sluiten. En het is geven en nemen, maar je moet wel realistisch blijven. Je moet wel voor het goede voor de burgers kiezen. En dan mensen die het meeste last hebben van alles wat op ons afkomt, die kun je toch niet in de kou laten staan. En hoe we dat dan aan gaan pakken, dat weet ik dan ook niet zo 1, 2, 3. Want dat ligt natuurlijk aan wie je de coalitie aangaat. Maar wij als Doesburg, als CDA, zullen wel voor die mensen knokken. Nou, ik denk dat dat tot uitdrukking komt in onze slogan. Durven en doen. Maar durven na te denken. We durven beslissingen te nemen, maar we gaan het ook doen. En dat is het allerbelangrijkste. We zijn natuurlijk in afgelopen mei zijn we in het college gekomen. Hebben we een beslissing genomen om toe te treden in een best lastige periode. Maar we hebben dat gedurfd, maar we durven nog steeds. We willen verder. Wij willen met Doesburg verder. En we willen de liberale waarden, dus dat willen we het meest naar voren laten komen. En hoe vertaalt zich dat concreet in een voorbeeld? Ja, dat is niet concreet in een voorbeeld te vangen, want er zijn heel veel dingen die lopen in Doesburg en heel veel dingen belangrijk. Je kunt je bijvoorbeeld richten op de decentralisaties, je kunt je richten op de economie. Alles is belangrijk. En ik denk ook niet dat het verstandig is als partij om in deze situatie, met de begroting die we op dit moment hebben, om hele hoge eisen te gaan stellen en hele heftige doelen je voor ogen te hebben. Ik denk dat het vooral gaat om samenwerken. Dat je het met elkaar moet doen en met elkaar moet durven doen. Nou, als je kijkt naar de gemeente Doesburg, dan zie je eigenlijk een onrustbarende hoge werkloosheid. En wij denken dat het belangrijkste aandachtspunt moet zijn voor Doesburg in de komende periode. Echt alles moet uit de kast getrokken worden om te kijken hoe we mensen aan het werk kunnen krijgen of naar het werk te kunnen geleiden. En alle middelen die we daartoe hebben, moeten we ook inzetten. Je ziet bijvoorbeeld de geleiding naar werk zoals die nu is georganiseerd, is niet goed. Dat moet een traject zijn met een kop en een staart van 2 jaar. Je ziet nu mensen zitten in een traject en dat duurt 11 jaar. En die komen dus nooit aan het werk. Met een kop en een staart. En binnen die periode moeten mensen de mogelijkheid krijgen bijvoorbeeld ervaring op te doen met werk. Dus dat zou werk zelf ook kunnen betekenen. Maar ook cursussen kunnen doen of wat dan ook maar nodig is. Intensief begeleid moeten worden door iemand die daarvoor geschoold is binnen die 2 jaar. En daarna hopelijk direct de markt opstromen. Dus daar moet flink op worden ingezet. Want voor Doesburg is dat denk ik een heel groot probleem op dit moment.
Dat is gedacht vanuit de werkzoekende. Ja. Zit er in jullie partijprogramma ook een plan om werkgelegenheid te creëren? Nou, wat je ziet binnen Doesburgse bedrijven op dit moment is heel veel, zeg maar, goede wil aanwezig om ook mensen op de huppel te helpen. Dus, maar de capaciteit van Doesburg daarvoor is gewoon beperkt. Dat houdt een keer op. Wat wij nog dit weekend hebben gepresenteerd is het plan Looijers Perk. Jou wel bekend, denk ik. Ja. En wij zitten nu aan te denken om dat plan Looijers Perk te koppelen aan Cambio. En eigenlijk zo een Cambio-straat te maken. Dus dan koppel je aan elkaar 0313, de buurtacademie en het Looijers Perk. En met in het Looijers Perk kan met die aanleg, maar ook met alle activiteiten die daar zeg maar, straks dan georganiseerd worden, kunnen mensen die in het traject zitten naar werk, kunnen daar een plaats vinden. En wat denk je concreet aan? Dan groenvoorziening, dat soort zaken? Nou, het begint natuurlijk met de realisering van het park en alles wat erin zit. Ja, daar zit heel veel werk in en ook kan al heel veel leerervaring op worden gedaan. En daarna stel ik me voor dat je daar bijvoorbeeld een theehuis hebt waar je werkervaring kan opdoen. Of bijvoorbeeld een minicamping kan gaan beheren. En zo kan je dan toch als werkzoekende kleine stapjes maken richting werk. En ik denk dat Cambio daarin een rol kan spelen. Nou, onze belangrijkste speerpunt is eigenlijk de thuiszorg. Ik heb al meerdere malen aangegeven in de gemeenteraad dat dat een principieel punt is. Dat wij daar geen bezuinigen willen. De mensen die thuis willen wonen, die moeten thuis kunnen blijven wonen. En dat doe je door goede thuiszorg te bieden. En niet alleen goede thuiszorg, maar dat betekent ook dat de mensen die in de thuiszorg werken, dat die een eerlijk loon verdienen. En dat is een zekerheid. En dat ik van andere partijen niet heb gehoord dat wij geven, we zeggen geen bezuiniging op de thuiszorg.